Goedemorgen allemaal, ik ben hier samen met Joris. Hi. En wij gaan vandaag omgekeerd leven qua eten. Dus we beginnen met snacks, aan dat toetje, dan de avondeten. Pas helemaal aan de avond krijgen we ontbijt. Gewoon om te testen wat het met ons doet en ook een beetje gewoon voor de leuk. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Doe een duimpje omhoog en kan hier beneden abonneren. En laten we snel gaan beginnen. Normaal gesproken, na het avondeten nog, neem ik wel vaak in de avond, gaan we iets van film kijken. Denk ik van chips of zo. Of popcorn. Dus wij gaan nu ook beginnen met popcorn. Ik heb nog helemaal niks op vandaag. Ik ook niet. Alleen een beetje water. Ja. Dus laten we popcorn maken. We doen ook met drinken. Dus cola. We beginnen met cola. Daar heb ik echt geen behoefte aan. En even kijken hoe dit moet. Ik denk wel dat ze goed is. Bij Joris thuis eet ze altijd poedersuiker over de popcorn. Maar oprecht, dat is echt lekker. Zo goed. Nou. Ontbijt. Ik heb op zich een filmpje kijken. Ik heb ook wel zin in popcorn. Eerst was het idee chips, maar ik ben blij dat ze zijn geswitcht naar popcorn. Want chips had ik echt niet binnen kunnen houden. We zijn misschien 10 minuten later en de bak is leeg. Maar het is op zich logisch, want we hebben gewoon trek. Normaal zouden we ontbijten. Dus we moeten wel iets eten, maar het vult niet echt, vind ik. Nee, maar we hebben gelukkig nog de hele dag. Popcorn ging er heel makkelijk in, maar die cola, oh, ik word er echt misselijk van. Ik heb een half glas op, Joris een hele glas, maar ik ga gewoon water drinken, want ik krijg er echt buikpijn van. Ik hou sowieso niet van cola, ik drink het nooit in de avond eigenlijk. Dat hoort een beetje bij het idee, maar we gaan nu over naar de volgende stap, want... Toetje. Na avondeten heb je altijd toetje. Ik neem altijd een toetje, ik hou ervan, chocoladevla. Joris? Nooit. Maar wel vaak een koekje of zo, dus hij neemt dat en ik neem wel lekker chocoladevla met... druiven als we dat nog hebben. Lekker! Het is ondertussen trouwens kort over 10. Ik vind het minder lekker dan net popcorn. Hè? Echt? Ja. Ik vind het juist wel lekker. Het is zoetig. Het is ondertussen 11:30. We gaan nu ontbijten slash avondeten. We hebben pompoenkoek of zo. Een vers pakket. Want we wilden een vers pakket, maar heel veel was voor 4 personen, 6 personen. En deze is voor 2-3 personen. En deze is echt heel lekker. In de zomer hebben ze altijd champignon risotto, die vind ik nog lekkerder. Maar we gaan nu deze maken. Ja. En dit worden onze eerste echte voedingsstof van vandaag. Dus ik heb er echt zin in. Ook al heb ik echt meer zin in het broodje nu. Ik het niet. Ik vind het wel lekker. Een beetje groente en iets dat echt vult. We gaan het in ieder geval. Kijk, zo ziet het eruit. En dit is dus echt heel lekker. Je kan nog die kaas bovenop doen. We gaan nu ontbijten. Soort van, ook al is het wel al 12 uur geweest. Dus het is eigenlijk meer rond lunchtijd. Maar dat komt gewoon, want in de avond eet je veel meer dan in de ochtend. Dus de tijden die verschuiven een beetje. Dus gaan we denk ik lunchen rond 3 uur of zo. Ja. En dan avondeten rond 7 uur. Want ja, na het ontbijt, ons avondeten, mogen we niks meer eten. En dat is dan best wel een lange tijd. Nou, we gaan in ieder geval nu eerst een soort van ontbijten. We lopen nu even buiten onderweg naar de supermarkt om even bananen te halen. En croissantjes of zo. Er staat echt een hele gekke auto voor mijn huis. Letterlijk gewoon in mijn straatje, gewoon stil. En er zitten twee mensen aan het eten. En het is zo raar. En we staan er echt al een half uur, voor mij. Het is echt heel gek. Dus ik hoop dat als we terugkomen niet is ingebroken of zo. Maar ja, dat is niet vanzelf wel. We zijn weer terug. Joris had me echt helemaal bang gemaakt. Er stond echt heel gek een auto, een soort van in ons straatje, maar niet echt in ons straatje, meer op het kruispunt. Maar er is niets gebeurd. Het hele huis is gewoon nog in perfecte staat. Ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Als eerste hebben we bananen. Want als ontbijt slash avondeten gaan we bananenpancakes maken. Daarvoor hebben we ook nog extra havermout en eitjes. Want we hadden alles nog wel een beetje in huis, maar denk ik niet genoeg. En misschien kunnen we nog brownies bakken. Dat hebben we gekocht. En we hadden croissantjes en pistolet. Maar die zijn allebei al een beetje op. Dus we zitten nu ook al een beetje vol. Het is ondertussen 2 uur en ik denk dat we rond 3 uur echt even gaan lunchen. Ons hele eetschema vandaag is echt op de kop. En mijn buik reageert er best wel erg op, merk ik. Het is gewoon heel anders dan gewend. En daar krijg ik een beetje buikpijn van.
Maar dat is niet heel erg. Dat zakt wel weer af, denk ik. We gaan nu samen een workout doen. We hebben nog nooit gedaan. We zeggen heel vaak, kom, we gaan de workout doen. En we hebben nog nooit gedaan, dus vandaag is de dag. Oké, workout, check. We gaan nu lunchen. Gewoon, ik gewoon met broodjes. Maar Joris heeft een hele pistolet opgegeten, dus die heeft nu het gewoon banaan. En dat is onze lunch, het is ondertussen 4:00 voor 3:00. Gewoon lekker 2 boterham en melk. Gewoon zoals ik eigenlijk altijd heb. Nu is de tijd om de brownies te bakken. Dit heeft niet per se te maken met onze challenge, want ja, brownies bakken kan je de hele dag door doen. Maar dat gaan wij nu doen. Om 3:30. Maar eigenlijk in de ochtend. De brownie is klaar en hij ziet er heel lekker uit. We spelen misschien een beetje vals, maar we hebben warm chocoladeslag genomen. Maar we kunnen niet echt iets eten en we kijken filmen en willen wel een beetje de juiste vibe. Ja, kijk, ik zou dit niet in de ochtend nemen. Maar ja, weet je, we doen het gewoon. We houden een marathon van Divergent. We gaan ze alle 3 kijken. Het is nu trouwens 6:00 en we gaan ongeveer rond 7:00 of zo, 8:00 ontbijten. Want anders komen we gewoon oprecht de avond niet door. Dus dat is het plan. Oké, deel 1 van Divergent hebben we afgekeken en we gaan nu ontbijten. Het is ondertussen 8:00 avonds. Ik heb echt trek. Maar we hebben het wel een beetje uitgesteld, zodat we, want hierna mogen we niks meer eten. We hebben wel afgesproken, als je echt trek hebt, dan mag je een broodje eten of zo. Of yoghurt of zo met... Ja, wel gewoon iets gezonds. En niet normaal. Geen snack. Nee, maar wel dat we niet honger lijden. Maar we gaan nu in ieder geval pancakes maken als ontbijt. / avondeten. Oké, jongens, we hebben net een spelletje gedaan, nog even film gekeken. En we hebben zeg maar gewoon als snack nog de pancakes die we over hadden gegeten. Want dat waren er iets te veel. Dus we hebben niet gecheat. We hebben gewoon ons ontbijt alleen dan iets verspreider gegeten. Zodat we niet heel erg trek hadden. Nog even een korte review of evaluatie over wat we nou van het vonden. Aan de ene kant wel lastig, maar ook wel een keer een leuke uitdaging. Maar ik merk gewoon dat ik vaak tussendoor honger heb. En dan mag je, als je na de lunch, kan je niet echt meer iets eten. Ik vond het persoonlijk echt wel leuk om te doen. En ook wel grappig om te zien hoe mijn lichaam erop reageerde. Want normaal in de avond vind ik cola wel lekker. Maar in de ochtend kreeg ik gewoon echt buikpijn ervan. Want mijn lichaam was gewoon echt nog niet aan het doen. We gaan nu lekker slapen. Dus we hoeven helemaal niks meer te eten. En morgen gewoon beginnen met een normaal ontbijt. Bedankt voor het kijken naar de video. Yes. En hopelijk tot snel weer. Started off Freddie and Daphne. So good that it felt like a trap to me. The girl on my